Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 33 hier in de Verenigde Staten. Heb je de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht met het i'tje, klik erop zodat die video verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. We hebben de 100 abonnees bereikt, dus super bedankt daarvoor. 105 abonnees in totaal. Dus het volgende doel is de 150 abonnees. Dus ben jij nieuw? Abonneer dan alsjeblieft voor meer. En schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. Volg me even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gelijk door met de kwalificatie voor de grote prijs van Amerika natuurlijk. We zijn aanbeland in Q1 en het regent hier gewoon in de Verenigde Staten. We moeten een beetje oppassen voor de tractie die er gewoon niet is. Hier in die eerste bocht moeten we gewoon goed oppassen. Komen we iets te wijd uit, maar gelukkig niet op die curbzone, want die zijn gewoon hartstikke glad. Kan de auto zo kwijt zijn namelijk, dus het is gewoon oppassen geblazen. Ook een beetje moeite met de S-secties op dit circuit. Beetje blokkeren aan de linkerkant. Gaat tot nu toe verloopt het rondje uitstekend. Krijgen een waarschuwing vanwege corner cutting. Weer blokkeren aan de linker voorband. Schiet er gewoon door. We've only got 2 laps of fuel left. Maar, en dat is een P5. Twee ronden fuel remaining, zegt Jeff. Dus we kunnen nog een rondje erachteraan plakken, maar dat is hier al te laat. Einde van Q1. Steeds regen. Groen bij de delta, dus dat is goed om te zien. De eerste bocht nemen wij gewoon uitstekend. S-secties ook gewoon goed. Paars in sector 1. Dus er zit verbetering in. Kom aan bij start-finish. Dat is de snelste tijd. Snelste tijd tot nu toe in Q1. Dus dat is goed om te zien. We hebben nog tijd over om een tweede run te gaan doen. Dus dat gaan we ook gewoon proberen om deze tijd te verbeteren namelijk. Weer groen bij de delta. Er is een corner cutting, maar dat is geen probleem. En ongeveer een paar duizendste sneller in sector 1. Paars in sector 2. Snelst van allemaal, dus dat is goed om te zien. Waar komen wij te staan in Q1? Wordt een verbetering. We staan gewoon op een P1, dus dat is goed om te zien. We zijn aanbeland bij Q2, ook weer in het nat namelijk. Het weer is niet veranderd. En nog 12 minuten op de klok. Eerste bocht nemen wij gewoon goed. Dat is nice om te zien. S-secties nemen wij ook wat voorzichtig. Waarom? Je kan de auto daar gewoon heel makkelijk kwijt zijn op de curbstone. Dus is nogal worstelen met de auto. Sainz zet de snelste tijd neer. 1.43 zoveel. Wij hebben een momentje op de exit. Dat is een P4. Maar bij het einde van Q2. De regen is helemaal gestopt. Het is alleen nog maar nat op het circuit. En ik heb besloten om naar de softbanden te duiken. En kijken of dit een tijdsverbetering wordt. Momentje overstuur op de exit. Het is gewoon glad.
30 seconden nog in de sessie. We moeten de auto op het circuit zien te houden. Want de baan is gewoon nog nat. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien. De vlag hangt uit in Q2. Weer een klein momentje op de curbstone. We nemen de DRS-bocht mee. Maar het is wel goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Laatste deel van de kwalificatie dus. En het zonnetje is naar boven gekomen. Met nog een minuut op de klok gaan wij proberen om mijn tijd neer te zetten. Ik heb gewoon heel lang gewacht met mijn outlap. S-secties nemen wij gewoon heel erg goed. De vlag hangt uit in Q3 voor de top 10 kwalificatie. Wij gaan dus zo meteen kijken of dit een pole position wordt. Zo ja, dan zou het onze zoveelste op een rij worden volgens mij. Zo niet, ja, dan wordt het een P2, P3. Komen we bij de laatste bocht aan. Klein beetje blokkeren aan de linkerkant. Maar dat is de pole position in de grootprijs van Verenigde Staten. Heel erg goed gedaan van ons. En Sainz naar P2 op 17e. Massa naar P8. Maar wij vertrekken vanaf pole position in de grote prijs van Amerika. Dat is goed om te zien. Dus gaan we ons lekker voorbereiden op de wedstrijd. 28 rondes lang pushen. En kijken of wij dat WK misschien al vandaag kunnen binnenhengelen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 33. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by winning for the first time in 114 races. There's always a record to be broken, so what I wonder is in store for us today. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turns 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6 mile track. But we may well see cars struggle to slow down there today as the wet weather does interfere with the low-speed grip. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position. Sergio Perez lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Felipe Massa, and Giovinazzi. Lundgaard, Russell, Leclerc, and Lance Stroll. The Professor, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Norris, Valtteri Bottas and Latifi, Fernando Alonso, Ocon, Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo. They've taken a grid penalty. Mick Schumacher, Ayrton, Mazepin and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in de regen. Intus is de strategie. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 33 hier in de Verenigde Staten. De lampen zijn aan voor de grote prijs. We starten op een P11 vanwege grip penalties. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed weg, maar hebben al gelijk een momentje overstuur bij de start. Raken Lando Norris en hij is een volvleugel kwijt. Wij hebben gelukkig geen schade aan de bargeboards en maken hier een flinke divebomb naar Valtteri Bottas. En dat is P11. Maar wat een rare start hier in de Verenigde Staten. Geen safety car op dit moment, zegt Jeff, want de marshals hebben het al opgeruimd. Gele vlag vanwege Lando Norris die zijn voorvleugel helemaal kwijt is. Wij kijken hier mooi aan de buitenkant van Lance Stroll. Jazeker, dat is P10. Op naar
Charles Leclerc in zijn Ferrari. Kijk hier dan aan die binnenkant. Ook bij Russell, maar dat mocht niet baten helaas. Maar de start gelukkig overleeft zonder schade, dus dat is goed om te zien. Lando Norris heeft gewoon een complete voorvleugel verloren. Die moet de pits opzoeken. Wij vallen hier Russell aan. Nee, Giovinazzi vallen wij hier aan. Sorry, dat was wel Russell die wij daar aanvielen. Giovinazzi rijdt voor ons. We gaan hier een andere lijn rijden dan de Italiaan. Kijk hier aan die binnenkant. Daar is een kleine touché, maar wij weten hem er langs te prikken bij de Aston Martin coureur. Volgende heet dan Christian Lundgaard in zijn Williams. We zijn een beetje te kijken bij de Noorse coureur. Sorry, de Deense coureur. Kijk hier naar de buitenkant. Lukt dat? Net niet. Net niet. We zitten trouwens in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Hier naar de buitenkant. Dan naar de binnenkant kruisen. Lukt ook niet. Groen in sector 1. En hier dan mooi aan die buitenkant. Laten hem staan. Jazeker. En dat is P6. Volgende heet dan Felipe Massa. Onze teamgenoot. Die rijdt ongeveer 2,3 seconden voor ons. Lando Norris is de pits opgedoken. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. We're not certain which is the best tire right now. Dries or Inters. 10 minuten nog regen. Jeff weet niet of de Inters of de droogweermannen het snelste zijn op dit moment. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als we daar dan Felipe Massa hebben, zetten rood in sector 1 neer. Paars in sector 2. Kijken bij onze teamgenoot. Hier zitten we heel dicht op. Maar we kunnen geen aanval plaatsen. Hier ook niet, want Massa verdedigt scherp en wij gaan daar iets te wijd. Alweer in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Positie 6. Kijk hier dan aan de binnenkant van de Braziliaan. En dat is wel gelukt. Jazeker. P5. We hebben nog steeds dubbele punten finish te pakken. Dus dat is goed om te zien. Dat moeten we gewoon vol zien te houden. Hier een herhaling van de start. Wat er is gebeurd met Lando Norris en mijzelf. Ja, ik kwam goed weg. Maar ik had in één keer een moment wielspin. En daar was het al gedaan. Lando Norris gewoon zijn complete voorvleugel verloren. Wij maken daar een divebomb. Duwen daar een Williams wijd. Maar dat was dus de start. Stappen is al snel onderweg. Hier dus een herhaling van een onboard van mij. En hadden hier gewoon wielspin in zijn 2. Jazeker, daar dan. En we duwen Lando Norris als het ware gewoon tegen die muur aan. We maken een grote divebomb naar Valtteri Bottas. Raken hem ook zelfs op de sidepot. Valtteri Bottas raakt mij op de sidepot. Maar we hebben geen schade gelukkig. Aan boord bij Lando Norris, dus bij die start. En hij kwam in principe gewoon beter weg. Dan heb ik hier een moment overstuur en raak ik per ongeluk de Brit. En dan krijg je dit. Helaas, pindakaas. En Norris, ja, die viel gewoon heel ver terug in de wedstrijd. Dus ja, dat is jammer. Houdt er ook een heleboel mensen op, zie ik. Zoals Mazepin, Schumacher. Zelfs zijn teamgenoot Carlos Sainz houdt hij daar ook op, want ja, hij heeft geen grip. Christian Lundgaard uitgevallen en in ronde nummer 6 vind ik het tijd dat we naar de droogweerbanden gaan. 2,7 seconden is de pitstop. En waar komen wij terug de baan op? Dat is de vraag. 2 stops nog in de strategie. Dat is gepland. En dan komen we terug op P7. De baan is nog vochtig.
Druppels vallen nog een klein beetje op de lens. Daar moeten wij voorzichtig mee zijn namelijk. Zorgen dat wij de auto niet kwijtraken. Dan is het alleen maar goed. Dan kunnen we misschien kijken wat de rest doet van het veld. Gaat hij voor een twee stoppen nog? Of gaat hij hierna nog een keer naar binnen? En dan vinden ze het wel belletjes. Het is nog vroeg. Ronde nummer 6. En dan naar de soft weer. Naar de soft banden. Naar de droogweerbanden. Terug naar droog. In het kort, zegt Jeff. Oftewel, de baan die gaat heel droog. Heel snel opdrogen. Ik had ook een voice crack. Hoort maar helaas. Helaas. Ik denk het wel. Wat doet Felipe Massa? Die is met ons meegegaan. Want we hebben een dubbele pitstop gemaakt. Massa met ons meegegaan. En we zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Max Verstappen zet de snelste tijd in. Maar die verbeteren wij. Dat is goed om te zien. We zitten hier aan de buitenkant bij Lewis Hamilton. Kijken hier dan. Maar Lewis remt heel laat. We hebben hier een momentje overstuur. Kijken naar de binnenkant hier dan. En hier is het dan wel gedaan. Het is P4. Gele vlag. Het is geel. En ik denk dat diezelfde Hamilton is uitgevallen. Lewis Hamilton valt uit in de Grote Prijs van Amerika. De eerste uitvallen van de dag. 0 punten voor de Brit. Dit kan cruciaal worden in het wereldkampioenschap. Wij knokken ook voor dat WK namelijk. Dus hopelijk kunnen wij dat in Mexico binnenhalen. Want in de Verenigde Staten gaat denk ik nog niet lukken. Daar is er nog te vroeg voor. Je weet het maar nooit. Stel dat Max en Perez problemen hebben. Dan winnen wij hem gewoon. Als het zo staat, leiden wij ook gewoon het klassement. Hier dus die inhaalactie van ons op Lewis. Mooi aan die buitenkant. Wij vonden hier gewoon ruimte. Lewis moest daar gewoon even op zijn rem gaan staan. En valt er ook gelijk uit. Zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Verstappen. Uit naar binnen. 10 rondes te gaan. Gaan naar de softbanden. De zachtste die er zijn. Hopelijk kunnen wij hier de race op mee uitrijden. 1,8 seconden is de pitstop. Dat is heel snel. Mijn team heeft hier fantastisch werk gedaan. Nog één stop gaan in de strategie. Oftewel een drie stopper. Gaan er iets te wijd. Maar komen op P4 weer de baan op. Felipe Massa rijdt nog steeds in de punten. Cruciaal. Wij zetten ook snel de race onder neer. En zitten hier aan de buitenkant van onze landgenoot Verstappen. Remmen beide naar die eerste bocht toe. Schieten een klein beetje door. Hebben een momentje overstuur. Pakken hem aan de buitenkant. Maar het is een illegal overtake. En moeten hem hier voorbij laten gaan. Dan sla ik hier weer gelijk toe. En is die bocht voor ons. Dat is P3. Een podiumplek in handen. Volgende heet dan Carlos Sainz. Dan is het Sergio Perez, teamgenoot van Verstappen, die de leiding in handen heeft. En nog 8 rondes te gaan. Het ziet er heel goed uit voor ons. We kunnen naar die overwinning toe rijden. De banden zijn, die verslijten wel snel, dat zie ik. Dus daar moeten we ook voor oppassen. Het kan misschien zijn dat we een extra stop moeten gaan maken, omdat de banden het niet redden. Omdat we zo heel hard pushen naar Carlos Sainz. Rood in sector 1 en 2. DRS geopend en we zitten in ronde nummer 21. Gaan naar de pitwindow en gaan naar de softbanden. En hier zitten we dan aan de binnenkant van Carlos Sainz. Duwen hem daar compleet wijd. En dat is P2 met het snelste race 100 punt in handen. De volgende heet dan Checo Perez. De S-secties is die Red Bull altijd heel erg goed. Wij moeten het hebben van de lange rechte stukken. Dat is ons sterkste punt van de auto. Seizoen 3 gaan we daaraan werken dat we ook in de bochten sneller zijn. We hebben zometeen DRS van de Mexicaan. Remmen gewoon dat gat compleet naar hem toe. Maar dan verprutsen wij hier de exit een beetje. DRS geopend.
En Perez weet het. We komen eraan en razen er voorbij. Nee, net niet, Perez. Laat hem gewoon staan. Wielbengen hier. En dan is die plek wel van ons. En dat is de leiding veroverd met nog 7 rondes te gaan in de wedstrijd. We moeten oppassen voor die bandenslijtage, want op dit circuit is dat wel heel hoog. We gaan zo meteen ronde nummer 22 alweer in. 6 rondes te gaan. En Perez duikt naar binnen. Sainz duikt naar binnen. Gaan die voor een undercut op mij? Gaan zij proberen op die verse banden dat gat zo dicht mogelijk... Dat gat zo snel mogelijk dicht zien te rijden. Terwijl we hier een herhaling zien van de inhaalactie op Verstappen. Die Kaal werd verklaard. Wij reden daar buiten de lijntjes. Maar pakken hem hier dan gewoon weer terug. Kijk maar, Verstappen aan de buitenkant. En wij houden gewoon de lijn. En dat is vast dus P3. Zo zag Max het dus in ronde nummer 20. Verdedigt die binnenkant. Wij remmen gewoon met hem mee. Dan schieten we daar gewoon te ver door. Komen over die witte lijn terecht. Is een illegal overtake. Moeten hem voorbij laten gaan. Dat doen we ook. En dan pakken we hem hier weer mooi terug. Jazeker. Heel fel en heel brutaal. Terug naar de wedstrijd. Perez en Sainz gaan voor een undercut. En wij gaan die proberen te verdedigen. We gaan naar binnen. Met nog 6 rondes te gaan voor nieuwe soft. Om een undercut van Sainz en Perez te verdedigen. Winst pakken hoeft niet. We moeten gewoon nu in deze resterende race van het wereldkampioenschap belangrijke punten zien te pakken. 2 seconden goede pitstop. Jazeker, de overcut heeft gewerkt. Nu hebben we verse banden en misschien kunnen we dat gat nog naar Verstappen zien te dichten. Maar ik zeg altijd, better be safe than sorry. En dat hebben we gewoon gedaan. Verstappen heeft de leiding in handen gekregen door ons vanwege de pitstop. Ik moest die wel maken, anders was ik gewoon bang dat ja, Perez en Sainz in zo'n razend tempo naar ons toe gingen rijden. Achteraf. Ja, is het ook wel zonde dat we de leiding uit handen hebben gegeven. Verstappen is ahead of you. Oké, gap ahead is 16.8 seconds. 16,8 seconden na Max Verstappen rijdt op oude softbanden. Het kan zijn dat Verstappen nog naar binnen duikt. Maar dat zie ik niet gebeuren met nog 5 rondes te gaan. Of hij moet naar binnen duiken voor de snelste race ronde punt. Maar of dat zo belangrijk voor hem is? Ik denk het niet. Het is niet belangrijk voor hem. We komen... op een P2. Na een strategische zet. Die wij gewoon moesten gaan verdedigen van Red Bull. Verstappen wint weer een wedstrijd. Voor het eerst sinds de grote prijs van Zandvoort wint hij weer een wedstrijd in de Mighty Career Mode. Bijna P2 met het snelste racegroeppunt. Pakken goede punten in het klassement. En is op naar de grote prijs van Mexico. A truly magnificent drive and a great performance from the entire team to secure the win here in Austin. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. The driver standings have changed. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Verstappen wint de wedstrijd, wij dus naar P2 met de snelste race van de punt. We krijgen ook driver of the day van Anthony Davidson, Perez, naar P3 voor Red Bull. Massa pakt weer punten voor het team, dat is goed om te zien. Bottas naar de punten. 52 punten verschil naar Max.
En we nemen verder afstand van Mercedes in het constructeurskampioenschap. Dat is 52 punten verschil. Jazeker, ik zie het goed. Dus we zijn 2 overwinningen clear van Verstappen. Met nog 3 wedstrijden te gaan. Dus dat belooft nog wat. Voor de laatste resterende races. Voor het wereldkampioenschap. Als ze ook in Mexico winnen. Met als snelste race van de punt. Dan is het gewoon, denk ik, gedaan. Dan is het 60 punten verschil. En ja, in die 2 wedstrijden is het puntenverschil maar 52. Dus dan winnen we het kampioenschap met 8 punten verschil. Dus ik denk dat deze wedstrijd gewoon is beslist. Het wereldkampioenschap is denk ik ook beslist. Als wij in Mexico winnen. We hebben heel veel onderdelen dus geadapteerd voor volgend seizoen vanwege de regulatieveranderingen. Dus dat zit hopelijk wel snor. Hopelijk kunnen we ook meerdere resourcepunten pakken in Mexico, Brazilië. En Australië natuurlijk. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze aflevering. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk, belletje als er enkele video meer van mij mist. We hebben de 100 abonnees bereikt. We zitten zelfs over de 100 abonnees, dus dat is heel goed om te zien. Laten we pushen naar die 150 abonnees. Dus ben jij nieuw? Ken je iemand die My Team Career Mode leuk vindt? Ken je iemand die Formule 1 spelen leuk vindt? Zeg dan alsjeblieft dat hij naar mijn kanaal moet gaan en zeker abonneren. Want ik vind het gewoon fantastisch dat we over de 100 subs hebben. Ik had het nooit kunnen dromen zonder jullie support. Super bedankt daarvoor. Ja, dit was het journaal mensen. Volg je trouwens even op sociale media, maar gebruik dan in de beschrijving. Zou ik zeggen, tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Mexico. Tot ziens.